Piet Barry started out as a fashion illustrator after his graduation from the Arnhem Fashion Academy in 1988. Illustration has been his core business since then, but he also presented his ideas about fashion in other ways, like for instance as creative director of the Arnhem Fashion Biennale. Here, at a presentation for the Dutch fashion designer Jan Terminiau, Barry is doing what he has done for years while attending the big fashion shows in Paris, summarizing the show in a single drawing for Holland's major newspapers and magazines, interpreting the central idea of the entire collection rather than merely depicting one of its designs. Recently, Piet Barry published a beautiful book about his work. It's an overview of the last 20 years. Al die verhalen over mijn zoektocht naar vorm in mode staan in het boek, verdeeld over 12 rubrieken. En sommige gaan dus over het zoeken naar vorm door middel van een malle techniek. Andere gaan over het gebruik van collage technieken om die vorm studies te laten zien. Deze tekening heb ik ooit gemaakt voor Alexander van Slobbe, voor Orson & Bodil. Het is een hele vroege tekening uit 1994. The drawing for fashion designer Alexander van Slobbe is akin to the work of the famous Dutch graphic artist Hendrik Werkman, one of Paris' heroes. Just like Werkman, Paris likes to work with stencils. And just like Miffy creator Dick Bruna, he likes clear contours. Als je met de hand tekent, dan mislukt er heel vaak wat. En toen ben ik dus stukken uit de goede tekeningen gaan snijden, omdat ik er zo van baalde dat ik de tekening weer helemaal over moest doen. Dus ging ik die goede stukken overbrengen naar de volgende tekening. En toen kwam ik op dat idee van dat werken met mallen. In het algemeen ben ik altijd op zoek naar de perfecte vorm. Mijn figuren staan meestal met hun bips naar achter en met een holle rug. En dan komen de borsten automatisch iets naar voren. En dat vind ik nou juist een van de leuke dingen van tekenen ook. Dat je dus eigenlijk een typering van een vrouw maakt van deze tijd. Besides his fashion illustrations, Piet Barry is known for his numerous advertisement drawings. For example, for Saks Fifth Avenue, with its 54 luxury stores worldwide, or the French Tourist Office. Nowadays, he's expanding to other fields, small as well as large-scale projects. I kreeg het verzoek van TNT. Of ik een serie postzegels wilde tekenen voor Stop Aids Now. Maar ik had nog nooit zo klein gedacht of hoeven denken. Ik teken altijd op A3-formaat. En ik kon me dus ook helemaal niet voorstellen hoe een tekening van mij er in het klein uit gaat zien. Ik heb de tekeningen beneden op mijn tekentafel gelegd. En met de trap kan je dan naar boven en dan kan je door het gat heen kijken. En dan kan je van een afstand kan je de tekeningen beoordelen of ze nog overeind blijven, of je nog genoeg kan zien van ver af.
Victor and Rolf asked Piet Paris to design gigantic decors for their Showface show. The result made a big impression on the illustrator. Zij wilde het idee uitstralen dat de collectie rechtstreeks uit een schetsboek kwam lopen. Kwam de tent binnen en je ziet het op 50 meter afstand. En het lijkt wel of je de Sixtijnse kapel inloopt. Want je tekeningen zijn gewoon zo mega, mega. Vorm moet op mijn netvlies zo zijn dat ik daarmee kan leven. En daar heb ik dan een afspraak voor gemaakt in mijn hersens of zo. Ik weet niet, alles moet kloppen. De vorm van handen, voeten. Ik weet dat een tekening gelukt is wat betreft vorm. Als ik er niet meer wakker van lig.